Hoi jullie! De lakens van de tuinhaard vragen in de gaten. Ze kijken met een gaten in het eigen. Kijk dan, dat is echt net. Dat ben ik niet. Ja, eens is die donutse prijs is gestijgd die afgelopen tijd. Dat is slechts zo weg. Ja, ik heb de laatste keer gewoon echt 10 donuts gekocht met 10 rand. Nu kan ik niet eens een halve donut kopen met 10 rand. Maar dit klinkt zo traag. Thuis is 100 rand waard. Nee, bij Spar is het nog wel Ons wordt weer aan de Spar. Spar. Laatste donuts slaken. Oké, maar ik zeg jullie dat. Als jullie die video's van mij doen, dan neem. Dan kan jullie donuts krijgen. Woe! Het is cookies, man. Ach, jongens. Ja. Oké, okay, so nou, jullie moet eerst die video's van mij doen en dan mag je het daar uitgedaan. Oké. Okay. Draag ze. Ja, is zelf gedraagd. Ja. De next one is niet. Ja. Ja, alles in ieder geval kost geld, zing je zo? Ongelukkig ja. Ongelukkig. Ja. Alles kost geld. Maar hoe kom? Ook, ik kan er alleen in. Nou, shit. Ja. En voor ons alles voor free. Ja, ik denk dat gaan ze daar. Niemand gaat daar niks kunnen doen in elk geval. So, alles kost geld. Je weet het wat ik denk. Ne? Je weet, als onze discipel van Jesus is, als ons Jesus wil volgen, dan gaan het ons ook iets kost. Ja. Ja. Wat gaan slechte tijd, een goede tijd is. Oké, Nicolas, nog focus op jou. Nicolas voelt het wel vandaag hoor. Oké, so, ja, dit gaan je iets kost. So, om de discipel te wees van Jezus, eerst is het ons gezegd als het ons hart van Jezus geeft. Al jouw hart van Jezus gegeven. Ja. Ja! Kom, dat is jouw de koekjes in jouw zak. Kom eens! Alright, zo. Als begin, ons moet ons hart van Jezus geven. Want dit is wat het begin is. Nou, het gaan ons iets kost. Vind je dat zo? Ja. Zo, in Lucas is door vers 1. Wat nog eens eigenlijk is, Lucas 14 vers 28. Het sê... Oké, okay, wie van jullie wat een gebouw wil opdrug, iets wil bouw, gaan nie eerst sit en die kosten bereken om te zien of hy genoeg geld het om die werk te voltooien. Dan sê die Bijbelverhaal dat gaan, voel jy te gaan bouw, moet jy eens kyk, het jy genoeg geld om die huis te bouw. Dit is het enige ding so, ne? Ek dink baie van die laas en pas baie, hy het ons toch een begroting, elke maand, dan sit ons, so, dit moet betaal, nee, een begroting. Dit is om te sê, wat alles betaal moet word, Kobus. EBB, Kobus. Ja, EBB, alles wat betaal, rekeningkunde, ja. Rekenomie. Okay? So, ons moet weet, dat ons moet kyk, wat moet ons alles betaal aan maand, dus ons, ja. So, hier staat in de Bijbeltrollen van, als jij iets wilt doen, jy moet gaan kijken wat kost dit. So, Jesus sê diezelfde, hy sê, jullie, ek wil jy met my volg en jy met my disciple woon. En onthou ons in die kerk, groot kerk, weer, doen die hand altijd vir ons, vir jyre vrou nie, min nie, vir jyre vrou nie, baie nie, hy vrou, alles, hy vrou, alles, na, hy vrou alles. So, die vers is Matteus 10 vers 38, Paas, daar sê hy. Hy sê, hy wat nie, dankie Kobus, hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie waard om aan my te behoort nie. So, om my kruis op te neem, dit is een zwaar ding wat jy ronddra. So, dit kost jou, dit is moeilijk. Maar dit moet nie denk, dit is nou, alles gaan moeilijk wees om die hele tijd. Hier, dit is graag nie. Hier is waar die koste inkom, dit is het gaan kost, dus dit is wat waar het gaan. Dit beteken onder 1, ek moet graag leren. Want daar is het ons lichtjes laat skyn. Let your light shine. Nummer 2. Nee. Oh. Dat. So, die volgende ding is, jy moet gaan vertel. Niemand gaan weet jy is een kind van die Here as jy dit nie gaan vertel en leef. Ek is een kind van die Here. Nee, dit is baie makkelijk. Die doen dit nie baie goed. Nee, ek is een kind van die Here. Ek ken ook goed, man. Ek is een kind van die Here. Die mens, kus! Die mens is al Nee. Ek is een kind van die Here. Jy ken my. So die mense en ma stap buiten en gaan hulle vertel van hy. Dus jy gaan hulle vertel dat hy is lief vir hulle en hy het in die kruis gestaan. En hy gee jou hoop en hy maak jou hart rustig as jy benauwd draag. So hulle gaan dit nie weet as ons het hulle vertel. So dit gaan jou kos om nie te skaam te wees om te gaan praat te wees. Nie te skaam te wees of aan dit sikkel is. So dit is nou dat kos te inkom. Ek moet reg lewe. En ek moet gaan vertel
van music. Verstaan je? Mag het werken? Ja! Ja! Ons moet gaan praten. Dus het is dan mondeling, en het gaat niet over Jesus. Dat is zo'n goede mondeling weer. Verstaan je? Ja, so, ek ken dit. Ja, ek kan die hele Bybel opsê dan moet. Ja. Daai is 5 minute. Wow. Daai is 5 minute. So, ons en as jy sukkel om te praat en begin, ons skryf net so 'n klein kunskapboekie om daai julle. Ja. Wat jy doen mense kan uitdeel en ook vir hulle kan gee. So dit gaan ook kan help. So as jy sukkel om te praat, dan kom haal jy drie kaart, daai klein kunskapboekies. So ons het soeke oulike kunstkapboekies, soeke klein, dankie Nicola, soeke klein kunstkapboekies, as jy soeke aan begin om te traat, ons Afrikaans en Engelse van hulle. Ja. So kom haal jy by die kaart van dit, want dit is baie ouder. So dit kan ons doen. Ja, ons wil net vir allemaal soeke nou, dat is ver gehaard, dat is nie goed te gaan halen. Dit is soeke my sindig is, nou doe ek nou gesê. So, sien jy dit op? Ja, hoor het misschien. Oké, okay, ek denk jy het verdien donut. Ja! En cookies. Ja. Oké, ons gaan een break zetten voor een ijs. Weet je wat ons wil zien, man? Hier, die donuts! Nee, ja! Ik ga donuts!